Volgens Joep, die eerder ook al te zien was in het datingprogramma The Bachelorette, zijn hij en zijn vrouw gewoon T-accentverschillend. Hij heeft dus zo zijn twijfels, wat voor Caroline heel erg schrikken is. Wat ik wel heel erg merkte, is dat ik toch wel iets meer outgoing was en dat ik eigenlijk continu leuke dingen wilde blijven doen en Caroline zocht juist heel erg die rust op, legt Joep uit. Daar is helemaal niks mis mee, ik respecteer ook hoe zij is, 100%. Maar daarom ben ik me wel gaan afvragen of het matcht met mij en mijn leven. Samenwonen hoeft voor Joep dan ook niet, het voelde voor mij niet prettig, dus ik wil dan, voor mezelf en voor Caroline, er ook geen lang verhaal van maken. Er zit verder geen romantiek bij of een vlindertje dat toch even komt kijken. Ik had wel verwacht dat er wat stappen teruggezet zouden worden, dat is ook logisch denk ik als je weer in je eigen leven komt. Maar ik had wel het idee dat hij al iets meer een keuze had gemaakt, zo doet Caroline haar kant van het verhaal. Ik sta nog steeds open om te kijken hoe het verder kan gaan. Jan en Birgitte moeten het allemaal nog gaan ontdekken, zij hebben elkaar net het ja-woord gegeven. Maar het is de gasten in de zaal niet ontgaan dat Jan zich niet bepaald van zijn meest hoffelijke kant heeft laten zien. De experts hebben dan ook gemengde gevoelens over de match. Ik heb positieve signalen gezien, maar ik moet zeggen. Jan is een ruwe diamant en het zal een uitdaging worden voor Birgitte om dat bij te slijpen, aldus psycholoog Lieselotte Visser. Gedragsbioloog Patrick van Veen vult aan, hij snapt niet te reageren. Te anticiperen op signalen die een vrouw afgeeft, ik maakte me wat zorgen over Birgitte, maar zij was juist de positiviteit. Zij nam het initiatief.